Je ziet het nog op de Meidoornheg, maar wij hadden het vanmorgen op de ramen staan. IJs! We hebben gewoon een half uur staan krabben. Ik had ook helemaal geen zin eigenlijk om te werken. Ik had meer het idee om de hele dag zo voor de open haard op een schaapsvelletje. Ja, warm chocomel, goed boekje. De hele dag te niksen. Maar dat gaat niet werken. En over schaapsvelletjes gesproken, we rijden richting Epe. En dat is het gebied waar die Mergeland schapen grazen. Ook nu. Ze trekken nog steeds met die schaapsherder. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. In die kou. En waarom moeten ze dan trekken? Het wordt tijd voor een kopje koffie met de schaapsherder. Waarom krijgen mensen altijd de neiging om te doen als de schapen zien? Ik ben echt niet de enige hoor. Schaap. Ja, zie je wel. Schaap. Goedemorgen. Is Ger thuis? Ja, die is in de stal. Kom. Kar en Anna. Ja, laat hem. Oh, lekkere stevige hand. Hou je van plumpuddingbroodjes? Ik hou van alles wat er gebakken is. Koffie. En cappuccino's, heb je dat ook? Hebben we ja, ook. Cappuccino. Ik denk, nou, die gaat op. Hey, gaat die man heel lief op zo'n vuurtje een beetje melk voor me kloppen? Ja, de meeste mensen denken dat die schaapsherder nog bij de schapen slaapt, maar dat is natuurlijk niet meer zo. Je zou wel gek zijn als je zo'n leuke vrouw hebt. Ja, daar slaap ik ook ja. Niet in plaats. Nee, we blijven staan, want we hebben haast hier. Hebben zo. We haast? Ja, we gaan niet helemaal om dat Limburgse. Van als het niet nu komt, dan kunt het melk je wel. We gaan even actie ondernemen. Lady. Ik vind Lady wel heel erg leuk ook. Kom, zullen we gaan? Dit is een lady, is een hondje die heb ik pas. Daar ben ik 2 weken mee aan het afvechten. Dus die kan eigenlijk. Dus ik zeg altijd: het is net een wijf. Je houdt ervan, maar je weet niet waarom. Het is net een wijf? God, we beginnen echt een band te krijgen. Het is echt, ervan, een moeilijk hondje. Ja. Maar je weet niet waarom. Ik bedoel, ik heb het over honden eigenlijk. Ja. Oh, je hebt het gelukkig. Ik schrok ook al. Stap hem overheen. Loopt dit stroom op, hè? Zit stroom op. Niet waar. Nee. Dit is krachtvoeren. Ja. Zijn schapen slim? Ik vind van wel, maar ja, de meeste mensen zeggen hebben altijd de uitdrukking dom schaap. Ja. Maar ik vind dus van wel, als ik 3 keer eenzelfde route loop en ik wil de 4e keer een andere route lopen, dan moet je toch wel even goed de honden gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Dit is echt een ontzettend makje deze. Ja, die vreten de emmer nog op. Kom, we gaan naar de schapen. Ja. Waar gaan we naartoe? Met de auto? Sleenaak. Bes? Oh, die loopt alweer mee. Jongens, jullie vreten ligt daar. Kom, daar. Ik kan het veel beter dan die hond. Kom maar. Hier moet je eten. Kom maar. Nou verstoppen we de emmer. En dan rijden we naar het plateau in Sleenaken, waar de Mergelanden staan. Naar rechts. Moet hij er nou helemaal omheen? Ja, maar dat is de kunst om een hondje achter die schapen te krijgen. Exact. Dus we willen alleen maar ertussenin. Naar rechts, lady, naar rechts. Kijk, en als je het wil, doet hij het natuurlijk normaal. Nee. Doet hij het, maar heeft nou nog een keer. Hij gaat het doen. Naar rechts. Lady, naar rechts. Hier komt het leger. Geweldig. Goed zo. Wat is nou het mooiste aan schaapherder zijn? Ja, ik ben toch wel graag alleen. Dus zeg maar, ik heb ook mensen die vrijwillig meegaan, maar die stuur ik dan altijd met andere mensen mee. Ja, je vindt het ook helemaal niet leuk dat ik bij jou ben. Dat merk ik gewoon. Je hebt er nu al genoeg van. Ik heb niks gezegd. Ik voel het. Ik voel het. Je vindt me veel te druk. Zullen we een stukje gaan lopen? Waar ik pak hier de andere honden. Oké. Okay. Ja, hij zegt ook helemaal niet dat het niet zo is. Lady. Best hier komen. Best kom hier. Lie down. Moet je kijken. Je kan deze los. Best hier, lie down. Oh, geweldig. Straks. Rollen ze over ons heen of niet? Nou, dat valt me mee. Prrrjap! Of doen ze het alleen op jouw stem? Ja, dat weet ik niet. Dat zal wel. Ik doe het straks. Dan gaan we nog 1 keer stilstaan en dan doe ik prrrjap. Je zei in de auto tegen me, het einde
Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Maar wat bedoelde je daarmee? Dat ik me altijd zelf probeer duidelijk te maken dat het gras altijd groener is aan de andere kant van de draad. Dus het hunkeren naar iets is mooier dan het hebben. En je moet gewoon beseffen, hoe je het hebt, daar moet je het maar mee doen. Priep. Priep. Waar blijven ze? Priep. Kom daar. Kom daar. Nee, ik had de toon. Priep. Priep. Walk on, Bess. Walk on. Walk on. Niks walk on. Die stok, hoe komt die zo krom? Ja, als ik schapen vang, die willen niet altijd wat ik wil. En dan brengen ze de stok soms in een bocht. Ja, ze willen natuurlijk weg. Dus die stok is al krom, omdat jij ze met de stok beetpakt en dan... Dan pak ze bij een poot. En maar wat weegt zo'n schaap dan? Gemiddeld tussen de 50 en 70 kilo zal je dat moeten inschatten. En die trekt dan met zijn poot en dit is eigenlijk... En nekhaar. Dit is gewoon nekhaar. Ja, maar gewoon... Ja, dit is nekhaar. Ja, ik duur wel dat je zoiets ging doen, mooi niet. Hier pak je mee bij de poot. Ja. En dit is gewoon het gevecht tussen jou en het schaap. Ja. Ondertussen speelt zich een heel andere strijd af tussen de hond en een obstinaat schaapje. Maar eind goed, al goed. Het was zo heerlijk in het bos met Ger, dat je echt zou willen op zulke momenten, dat je via de televisie ook de dingen kon laten ruiken. De herfst, de bladeren, echt helemaal geweldig. Een wereld in een wereld. En daar gaan we nu ook naartoe. Ik ken een heel leuk klein zaakje, dat heet Moshkan. Ze weet niet dat ik kom, maar ik ken haar wel. En voor de rest ga ik er nog helemaal niks over zeggen. Goedemiddag. Morgen is voor mij. Hi. Ik kom je over vallen. Hey, je bent in Limburg gekomen omdat je ging trouwen, maar met een Iranees. Ja. Hoe ging dat dan? Was dat huwelijk dan al voorgeprogrammeerd in Iran? Ja, hij was hier, ik was in Iran, waren we officieel getrouwd. En dan na 3 maanden na trouwen ben ik hier gekomen. Wie had besloten dat jij met hem moest trouwen in Iran? Zelf. Jijzelf? Ja. Dus je was verliefd op hem? Ja. Maar wie besloot dan dat jullie naar Maastricht gingen? Hij woonde in Maastricht toen. Ja, hij was hier. Hij was 8 jaar hier in Maastricht. En had jij hem in Iran ontmoet? Nee. Via foto en telefoon. Dus je had hem nog nooit gezien? Nee. En dan ben ik hier gekomen. En heb ik eerst de keer in Schiphol heb ik hem gezien. Was mijn man. Heb ik mijn man voor de eerste keer ontmoet. Moshkan, maar het bleef niet zo lang leuk, hè? Nee, helaas. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik ben 13 jaar getrouwd geweest, maar niet altijd. Want was ik nog niet zo gelukkig. En daardoor... Nou ja, na 13 jaar gescheiden. Zat hij nog heel erg in die Iranese traditie? Man-vrouw relatie? Eigenlijk was het was heel veel van zichzelf. Was het niet echt uit onze cultuur. En heel agressief. Ook. Je kreeg met hem kinderen? Ja, 2. Waar zijn die nu? Ze zijn in Iran. Bij hun vader? Bij hun vader. En hoe heeft dat kunnen gebeuren? Want jij bent de moeder, je woont in Nederland en de kinderen blijven na een scheiding in Nederland altijd bijna altijd bij de moeder. Wat mensen daar dan Ja, mijn kinderen waren ook bij me. Maar scheiding was heel moeilijk hier. En ik dacht het. En mijn zoon had zomervakantie. En ik dacht het, ik pak mijn kinderen en ga ik voor 4 weken naar Iran. Voor vakantie. En ben ik naar Iran gegaan. Ik verwachtte niet dat hij naar Iran komen. En ik was ook niet met Iranse wet gescheiden. En
Dus ik mocht niet uit van het land, omdat ik was in Iran nog zijn vrouw. En hij zegt, toen ik hem de eerste keer in Iran had gezien, zegt, hier is mijn land, nu beslis ik. En je moet hier blijven tot je haren als je tanden wit worden. Zo, wanneer ga je ze ooit terugzien? Want hoe lang heb je ze nu niet gezien? 5,5 jaar. Sinds 2002. Juli 2000. Terwijl jij zo... Want alles wat ik tot nog toe van jou heb gezien is vrolijkheid en liefde en intentie. Met zo'n verdriet in je hart. Ja, en als je met mensen werkt, moet je als een kloon zijn. Soms word ik wakker, ik heb zo'n slechte droom gehad en ik mis mijn kinderen. Ik mis mijn dochtertje kusje geven. Maar wat moet mijn klanten doen? En dan kom ik hier, alles achter de deur laten en kom ik hier binnen met Mojgan die altijd lacht en altijd grapjes maakt. En als ik verdriet heb, kan ik ook altijd heel goed met mijn klanten over hebben en zeggen, ja, ik heb zo'n droom gehad. En soms mijn klant heeft tranen in haar ogen en samen even huilen en dan weer doorwerken en weer lachen. Gebeurt het hier ook, hè. Hoe lang woon jij in Maastricht? 18 jaar. Maar april wordt het 19 jaar. Wat heeft Limburg betekend voor jou? Ja, ik voel me thuis. En daardoor wil ik niet ergens anders gaan wonen. Ben jij een moslim? Ja. Maar je drinkt wel? Ja. Maar ja. Oei. Ik ben een stoute moslim. Een stoute moslim. Wat vind je dan van het katholicisme? Ja, mensen maken geloof moeilijk of makkelijk. Ja, het maakt het niet uit. Als je moslim bent of katholiek bent, je kan zelf moeilijk... Iets heel moeilijk van het geloof maken en je kan ook iets heel makkelijk van het geloof maken. Maar dus kom je in een... Zou je met mij naar de kerk gaan? Jawel. Ik ga ook soms naar kerk. Als ik echt verdriet heb, ik ga naar kerk voor God. God is overal. Dus ik ga naar kerk, omdat voel ik daar heel, heel roos. En ik ga voor mijn kinderen bidden. Ik ga voor mijn moeder, die gestorven is, bidden. Ik ga voor mijn vader. Dan we haar een beetje pijn doen. Heel klein beetje, maar met liefde doe ik haar pijn. Dat is een vriendin. Paul doet niks met de huid zelf. En pak alleen kleine haartjes. Ja? Wat is nou volgens jou het verschil tussen een Persische vrouw en een Maastrichtse vrouw? Maastricht zie ik heel veel verzorgde vrouwen. Als ik naar Duitsland ga, of naar België, of naar Amsterdam, zie je echt niet. Zie je niet, maar we hebben heel mooie mensen hier. De mooiste Nederlanders zijn in Maastricht, vind ik echt. Je bent aan het slijmen. Je bent gewoon aan het slijmen. Het loopt tegen 4 uur. De zon schijnt nog steeds, ondanks het feit dat het echt stervend koud is. Maar toen ik zo'n jaar of 12, 13 en dat trouwens ook nog jonger was en het was 4 uur, chasen we altijd op de fiets naar huis om Maria biscuit en bestonje en speculaas en dropjes te eten met een paar potten thee voordat we aan het huiswerk gingen. En hoe zou dat nou met Limburgse kinderen zijn? 1, 2, 3, 4, 5 fietsen en hier waken wij. Nou, gaan we daar dus naar binnen. Hi, wonen jullie hier? Volgens mij wonen hier heel veel kinderen. Ja, 12 of zo. Adoe. 9. Oh, trek me aan het touwtje. Hi, mogen wij binnenkomen? Ik heb 10 nonnenvotten bij me. Genoeg. Zullen we het gewoon doen? Mag ik hier doorheen? Ja, tuurlijk, loop maar door. En dan wil ik ze ook wel allemaal zien, hè? Jasmina, Nona, Syria. Oké, hoe heten ze? De oudste is Roy, die is er op dit moment niet, die is werken. Roy. Quincy, dat was hij. Quincy. Maaike. Maaike. Jordi, die is op kamp. Ja. Dat is Aniko, Imani, Syria, die is bij oma en dat is Shanti. Jongen. En dat zijn eigenlijk mijn kleinkinderen. Huh? Ja, mijn zoon die heeft, wat kan ik met mijn vrouw, dat is Joy en dat is Jasmine. Jeetje, nou... Volgens mij heb je wel een verhaal te vertellen. Hoe komen jullie zo vruchtbaar? Ja, geen idee. Volgens de huisarts en volgens de arts ben ik onvruchtbaar, dus... Ja, echt?
Vertel eens, want dat vind ik wel heel raar. Nou, ik heb maar één keer in de 8-9 maanden een menstruatie. Dus normaal gezien zou ik dus gewoon onvruchtbaar zijn. En ja, wat dat betreft hebben we een hele fijne verloskundige. Die zijn een heer, Esther van Schoffelen. En ja, als ik dus wat merk of wat voel, dan bel ik Esther op en zeg ik, Esther, er klopt iets niet. En dan gaat zij meteen een echo maken en dan weet je hoe ver het is. Dus, het is toch bijna niet meer te bekostigen? Hoe kleding, hoe doe je dat? Eten? Ja, dat is hard werk, hè. En maar je kan toch niet werken als je zoveel kinderen hebt? Ja, mijn man die laat op zondag altijd af en dan ga ik naar de markt. Hè, en dan gaan we kleding verkopen op de markt. En andere spullen, kleding van de kinderen wat niet meer past en zo. Niet die schat, schuffel in de winkel is. Kleding wat de kinderen niet meer past, dat verkoop ik dan op de markt en zo. Ja, en dat koop je wel nieuw voor in natuurlijk. Hè. Kan jij nu nog steeds kinderen krijgen? Ja. Gaan die ook nog komen? Ik heb 5 weken geleden een miskraam gehad. Ja. Ik weet gewoon niet wat ik moet denken. Ja. Waar is de papa? Staat hij erbij? Even kijken hoe papa is. Nee. Hier staat hij op één foto, maar die is al heel lang geleden. Hier is hij, met één van de kinderen. Wat betekent het voor jou om te baren, om een kind te krijgen? Nou, ik ben er heel eerlijk in. Mijn broer die zou een moord plegen voor een kind. Die kan geen kinderen krijgen. En ik zeg altijd, ik heb het lichaam gekregen om kinderen te krijgen en ik maak er ook gebruik van. Snoepgoed kopen voor 9 kinderen is natuurlijk een ongelofelijke luxe. Maar daar heeft Esther een hele creatieve oplossing voor bedacht. Ja, en dan hebben we dit eigenlijk gewoon voor de kinderen gedaan. Het is super. Ja, dit is echt voor de kinderen. Hè? Dat is ook helemaal. Maar de hele buurt komt hier natuurlijk. Ja, komen heel veel kinderen komen hier naartoe. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Kijk, maar we proberen alles helemaal goedkoop. En al die snoepjes kosten maar 5 cent. Ja, en dat is natuurlijk de bedoeling dat die kindjes allemaal... In een andere winkel kost dat dan... Dan kost natuurlijk in een andere winkel veel meer. Ja. Kijk, maar een andere winkel moet dan natuurlijk ook van leven. Hè? Dat realiseren wij ons. Jullie hoeven er niet van te leven, jullie hoeven er alleen van te snoepen. Wij vinden, voor ons is dat puur omhoog. We zouden ook met de groentewinkel moeten doen. Ja. Chanté is over 17 jaar het huis uit. Hé, Chanté? Dan heb je lekker je eigen paleis. En wat gaat mama dan doen? Genieten van de kleine kinderen. Ja? Ga je gewoon, je blijft met kinderwagens luizen. Ja. De vrouw die eeuwig luiers bleef kopen. Maar met liefde. Met liefde, Ik blijf dit gewoon echt helemaal in drop. Had je niet gedacht dat ze bij me rustig bleef? Nee, dat had ik ook niet verwacht. Nee. Want ja, het is normaal dat ze niet zo, hoor. Dat ze zomaar bij iemand gaan. Emoties. Heel veel. Ik ga er niks meer over zeggen. Volgende week nog meer. Bestaat niet. Maar in ieder geval weer Limburgs gevoel.